Zijn er trouwens ook vrouwen die in dit soort uniforms lopen? Of is het alleen maar mannen? Geen vrouwen achter het vaandel. We hebben een conservatieve voorzitter in dat opzicht. Aan den schouder. Met de linkerhand overpakken, rechterhand onder de riem, optillen en aan de schouder. Dat had ik er niet bij gezegd. Nee. De hielen tegen elkaar en in een V. Presenteer. Kom hier. Nee, nee. Pak hem hier vast. Onder de trekhaak. En je laat hem zakken. Dan krijg je het commando. Zet af. Geweer. Hop. Hé. Hey. Je doet dat goed. Je kunt lid worden van onze vereniging. Ja, schitterend. Alsjeblieft. Dank je wel. Zo, ja, daar je bent. Oh ja. Ziet dat ziet er mooi uit, ja. Ja. Even van wie is deze? Die is van mij. Die is van u? Ja. Nou, kom eens even bij het licht staan. Ja. Laat me eens kijken. Wauw. Kijk, hier staat ook de patroonheilige. De heilige Jozef. Dat is de heilige Jozef. Juist. En er staat ook op Schutterij Sint Jozef Veilen. En u heeft een fluitje. Ja, dat is het fluitje als commandant. Als we beginnen te marcheren, alvorens dat we in de houding gaan staan, fluit ik. En hoe fluit u? Hoe klinkt dat dan? Zou ik eens fluiten? Ja. Oh, dat is het. En dan gaan ze zich verzamelen. Zijn er trouwens ook vrouwen die in dit soort uniforms lopen? Of is het alleen maar mannen? Nee, de vrouwen die hebben wel. Het uniform, maar dat, uniform. Ik denk waar Jos naartoe wil. Maar bij Klaroen Korps, mijn dochter is er ook bij. Die hebben dus ook een uniform. Maar, ik bedoel echt de schutterij. Dus niet het geweer. Het geweer. Nee, binnen de schutterij geen vrouwen achter het vaandel. We hebben een conservatieve voorzitter in dat opzicht. Geen vrouwen achter het vaandel. Achter het vaandel lopen de schutters. Ja. De voorzitter die vindt dus dat daar vrouwen... U praat nu hard omdat de voorzitter ergens in dit gebouw is, ja. Denk ik. Of niet? Ja, de voorzitter vindt dus dat achter het vaandel geen vrouwen mogen lopen, want dan krijg je alleen maar hijsa mee. Hijsa? Maar u bent de commandant. Kunt u niet tegen de voorzitter... Nee, de voorzitter heeft meer te vertellen als ik. Ik heb alleen maar het zeggenschap als we met de schutterij uittrekken. Ja, ja. De discussie ging, als dames niet meer wilden trommelen, wat moeten we dan? Toen heeft de vereniging besloten om de marketenstersgroep uit te breiden. En dat woord is marketenster. Marketenster. Juist. Wat doet een marketenster? De dames die hebben dus als functie van oorsprong het verzorgen dat de manschappen goed kunnen functioneren. En wat doe je dan? Die hebben dus een korfje bij zich, dat zit drank, en een vatje bij zich, een tonnetje met drank in, met eten in. De afdeling catering, zeg maar. Ja, zoiets. Ja. Even, ja. De afdeling catering. Daar zou je het zo kunnen doen. Ja, ja, maar dan leuk aangekleed. Ja. Wat nou als een vrouw per se toch schutter wil worden? En bij jullie komt en zegt, ik wil het gewoon. Nee, ja, het laat ons reglement niet toe. Dus het gaat niet. En niemand wil dat reglement dan veranderen? Ja, je kunt dat niet. Ja, dan moet je het bestuur mee hebben. Hè. Er zijn genoeg leden die dat best wel willen, hoor. Maar... het is nog nooit tot een gevecht gekomen. Mocht het een keertje komen, dan denk ik dus dat het bestuur toch moet inbinden. Maar goed... Vooralsnog is er niemand zo koppig geweest om het door te zetten. Ze is geweest, maar niet heftig genoeg. Niet heftig genoeg? Ja. U lacht erbij alsof u denkt, ik zou het wel leuk vinden, vrouwen erbij. Nee, maar moet je luisteren, ik vind bij deze tijd hoort dat. Jij bent in het leger ook genoeg vrouwen. Zelfs vrouwen met een behoorlijke staat van dienst en rang. Ja. Dus waarom zou het dan bij ons niet mogen? Hoe groet je eigenlijk bij de schutterij? Is er nog een groet of zeggen jullie gewoon oi? Hij die geen geweer heeft en geen stokken van de trommelen in de handen heeft. Hij die niets in zijn handen heeft? Die krijgt dus de opdracht om te salueren. En hoe salueer je bij jullie? Oh, nee, sorry. Andere hand? Oh, nee. Hey.
Zo. Net zo. Ik ga hand omhoog. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Graag gedaan.